Yo, welkom bij Geld op Geld. Cijfersseizoen gaat weer van start. De komende tijd komen weer heel veel bedrijven met kwartaalcijfers. Nu van het derde kwartaal van 2023. En als je het mij vraagt, ja, als belegger zijnde toch wel de leukste periode. Want er gaat weer van alles nog wat gebeuren. Waarschijnlijk heel veel schommelingen op de beurs. Officieel is cijfersseizoen ook al begonnen. Vorige week kregen we een aantal kwartaalcijfers. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld van heel veel banken. Waaronder van JP Morgan Chase, de grootste bank van Amerika... Maar ook als je mij vraagt, gaat het vanaf deze week pas echt beginnen. Want deze week komen heel veel verschillende grote bedrijven, waaronder ook een aantal techbedrijven met kwartaalcijfers. En de komende, zeg, drie, vier, misschien vijf weken worden de belangrijkste weken. wat betreft de kwartaalcijfers van dit kwartaal. En dat gaat weer voor heel veel volatiliteit zorgen. Flinke stijgingen, misschien ook flinke dalingen. En misschien daardoor ook hele leuke kansen op de beurs. Dus ja, dat gezegd hebbende, laten we er gewoon even induiken. Laten we eerst even naar de S&P 500 kijken. Hier zien we een overzicht van de S&P 500. En dan zien we dat het toch echt wel heel erg volatiel is geweest de afgelopen twee en een jaar zien we hier. Afgelopen vrijdag was het ook weer heel rood, vooral voor heel veel tech aandelen. Nou, bijna alles stond een procent of meer in de min wat tech was. Nou, Nvidia, Meta en Tesla zelfs zo'n 3% in de min, flinke dalingen. En nou, als we even gaan uitzoomen en we kijken even naar de SP500... dan nou, zien we dat de beurs eerst flink was gestegen... tot aan eind 2021, begin 2022. Toen flink gedaald tot oktober 2022... wat nu dus een jaar geleden is. Een jaar geleden was de beurs zo'n beetje gebodemd. Toen ging de beurs echt flink stijgen tot aan juli 2023... en nu zien we de laatste paar maanden weer wat negativiteit... en zien we weer dalingen. En de laatste tijd... ...zien we vooral weer heel veel volatiliteit omtrent wat er macro-economisch gaande is... ...wat inflatiecijfers zijn, wat rente doet... Uh, ...maar ook bijvoorbeeld wat er in Rusland-Oekraïne gaande was... ...nu natuurlijk ook met wat er in Israël gaande is... ...natuurlijk ook met hoe de economie uh, doet, wat de banenmarkt doet... ...en allerlei dingen die gaande zijn. Maar nu, de komende paar weken, krijgen we dus kwartaalcijfers. En nu gaan bedrijven echt op een soort van weegschaal staan... Bekende code natuurlijk van uh, Benjamin Graham. Die zegt dat de market in de short term een voting machine is, maar onder de long term een uh, weighing machine. Op de lange termijn gaan uh, aandelen, gaan bedrijven op een soort weegschaal staan en krijgen ze ook een eerlijke waardering. Nou, nu gaan weer heel veel bedrijven op een soort van weegschaal staan. Zullen ze met cijfers komen en zullen we zien welke bedrijven goed presteren, welke niet, welke omhoog mogen, welke niet en ga ze maar door. Nou, dat gezegd hebben we, laten we even naar komende week kijken. Nou, deze bedrijven komen allemaal deze week met kwartaalcijfers, dus de week van 16 oktober 2023. En we zien echt van alles en nog wat. We zien een aantal hele interessante, vooral op woensdag als je het mij vraagt. Voor mij wordt woensdag een hele belangrijke dag. Dus laten we weer zoals we heel vaak doen, een aantal van die aandelen doornemen. Uh, wat we misschien kunnen verwachten, mijn verwachtingen en ga zo maar door. Nou, maandag eerst weer een aantal banken. We hebben Charles Schwab. Nou, we hebben vorige week al een aantal banken gekregen. Waaronder dus JP Morgan Chase. Afgelopen vrijdag 1,5% gestegen. Terwijl de beurs eigenlijk zelf wel rood was. Nou, JP Morgan kwam met prima cijfers zoals we hier ook kunnen zien. Nou, JP Morgan kwam met meer omzet en met meer winst dan wat werd verwacht. En al bij al prima cijfers. En JP Morgan die mocht wat stijgen. 1,5% gestegen. Nou, deze week dus ook weer een aantal banken, en meestal komen banken toch vrij vroeg met kwartaalcijfers. Dan hebben we dinsdag, dinsdag voor de opening, nou, Bank of America, ook een hele grote bank. Dan hebben we Lockheed Martin, die ook echt wel flink is gestegen. Nou, Lockheed Martin zit in Defensie, zij maken veel verschillende, vooral nou ja, vliegtuigen, F-16's, nou, dat soort dingen. ...profiteert natuurlijk van onzekerheid, profiteert van oorlogen eigenlijk... ...en daardoor staat Lockheed Martin ook nu rond een all-time high... ...want er is natuurlijk van alles nog wat gaande. Eerst Rusland en Oekraïne, waar natuurlijk nog steeds heel veel gaande is... ...en nu natuurlijk ook in Israël. En bij dat soort onzekerheid, ja, daar profiteert Lockheed Martin weer van. En ja, ik geef vaak aan dat er bij oorlogen, naar mijn mening, bijna alleen maar verliezers zijn... ...maar er zijn natuurlijk ook altijd wel een aantal winnaars te vinden... ...waaronder bijvoorbeeld een Lockheed Martin... Volgens mij kunnen wij in Nederland niet deze aandelen van Lockheed Martin aanschaffen. Uh, maar goed, wel één die waarschijnlijk met goede cijfers gaat komen. En misschien ook zelfs goede vooruitzichten. Dan hebben we Goldman Sachs. Weer een grote bank. Johnson Johnson komt met uh, kwartaalcijfers. Ook een heel groot en echt wel bekend dividendaandeel. Over de lange termijn heeft hij natuurlijk ook heel erg goed gedaan. Heel sterk bedrijf. Maar als we even gaan. Kijken naar zeg de afgelopen vijf jaar, dan zien we dat Johnson Johnson eigenlijk bijna niks heeft gedaan. De afgelopen vijf jaar ongeveer vlak. Omdat Johnson Johnson ook weer wat is gedaald. Als we naar de afgelopen jaar kijken, van de ongeveer 180 gedaald naar nu de ongeveer 156. Nou, heel veel waarde en dividendaandelen zijn natuurlijk gedaald, waaronder ook een Johnson Johnson. En als mij vraagt, wordt die alleen maar interessanter om te kopen? Nog steeds wel vrij prijzig. Dat denk ik wel. Maar een heel sterk bedrijf, heel groot bedrijf, en zal het denk ik de komende 20, 30, 40 jaar gewoon goed blijven doen. In dat opzicht voor stabiliteit. Ja, ik snap wel als mensen aandelen van Johnson Johnson nu aanschaffen. Zeker als die eventueel nog meer gaat zakken. Maar waarschijnlijk komt Johnson Johnson weer gewoon met goede cijfers. Zoals ze eigenlijk bijna altijd doen. Dan hebben we Prologus, komt ook met cijfers. Ook een vrij grote, een marktwaarde van ja, meer dan 100 miljard dollar in vastgoed. Een Real Estate Investment Trust. Dat ook weer wat is gedaald, zoals heel veel andere reads. Nou, over de lange termijn heeft die het ook goed gedaan, maar we zien nu ook wat negativiteit bij een Prologis. Van ongeveer 168 gezakt naar nu de 109. Komt dus ook met kwartaalcijfers. Ericsson komt met eh, kwartaalcijfers. BNY, Mellon, Albertsons. Nou, dan hebben we dinsdag na de sluiting United Airlines. Interactive Brokers komt met cijfers. Ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, ik. Ik heb zelf ook een kleine positie in Interactive Brokers op het platform van Interactive Brokers zelf, als broker zijnde. Uh, aandelen die ik zelf gratis heb gekregen. Echt een hele kleine positie die ik toen kreeg toen ik mijn account had geopend. Uh, soms handel ik met opties bij Interactive Brokers. En ik denk dat Interactive Brokers waarschijnlijk weer met prima cijfers zal komen. Zoals meestal ook. Een hele grote, hele stabiele, sterke broker. Dan hebben we JB Hand, een aantal financials. Voor mij ook niet zo heel erg spannend. Laten we toch naar woensdag. Ja, een hele interessante, voor mij de meest belangrijke dag voor de opening eerst. A.S.M.L. Nou, het grootste, beste bedrijf van Nederland. Heb ik zelf ook aandelen van. En we zien bij A.S.M.L. nu toch echt wel weer wat zwakte. Als we even gaan uitzoomen, dan is A.S.M.L. natuurlijk een hele mooie geweest. Een mooie winnaar over de lange termijn. Nu, als we naar de afgelopen zes maanden kijken, zien we weer een daling. Als we naar de afgelopen maand kijken ongeveer... Was ASML gezakt? Ik had zelf een plukje bijgekocht rond de 550. Na nou, ASML was nog wat gezakt. En is van de ongeveer 537 in een paar weken tijd gestegen naar de 573. 537, 573. Ja, ASML blijft denk ik een hele mooie, heel sterk bedrijf voor de lange termijn. Maar is nog steeds geen goedkoop aandeel. En als ik wat zou. Ja, kunnen voorspellen. Ik heb natuurlijk ook geen glazen bol, maar ik denk dat ASML misschien wel met tegenvallende cijfers kan komen. Uh, misschien ook met tegenvallende vooruitzichten. We hebben laatst van TSMC ook het uh, horen gekregen dat zij wat minder verwachten, dat zij zelf ook wat minder orders verwachten in de toekomst en dat ze misschien daardoor ook bijvoorbeeld verwachten dat heel de chipindustrie het slechter zal doen, waaronder dus ook een ASML, waardoor ASML misschien minder machines zal kunnen leveren in de toekomst. Uh, ik verwacht misschien wel negativiteit, misschien slechtere vooruitzichten daardoor, en dat het aandeel eventueel nog wat zou kunnen zakken na de cijfers. Hoeft natuurlijk niet zo te zijn, ASML komt eigenlijk bijna altijd met cijfers die ietsjes beter zijn dan verwacht, want ze weten altijd heel erg goed wat de verwachtingen ongeveer zijn. Ze weten heel goed wat er in de backorder staat, etc. Maar ik denk dat ze misschien wel met slechtere vooruitzichten gaan komen en dat het aandeel daardoor misschien wat gaat zakken. Geen idee, we gaan het zien, maar dat is ongeveer mijn voorspelling. Dan hebben we Procter Gamble, natuurlijk ook een heel groot en bekend dividendaandeel. Marktwaarde van meer dan nou, 340 miljard dollar, over de lange termijn natuurlijk ook een hele mooie. En nu bij Procter Gamble ook wel een kleine dip, zoals natuurlijk bij heel veel andere dividendaandelen. Morgan Stanley komen cijfers. Abbott, US Bancorp, Nasdaq. En dan het bedrijf Nasdaq en niet de, <laughs> de index. Uh, Elephants Held, MT Bank, Ally Bank. Allemaal voor mij wat minder spannend. Ik heb zelf ook gewoon ja, niet zoveel met banken. Ik bezit zelf geen banken. Dus laten we ook naar woensdag na de sluiting. Dan hebben we Tesla en Netflix. Ja, ik ben heel benieuwd natuurlijk naar Tesla. Tesla is mijn grootste positie, veruit mijn grootste positie. Ik heb het heel vaak over Tesla. Ik heb ook heel veel vertrouwen in Tesla voor de lange termijn. Maar bij Tesla, net als bij een ASML, denk ik dat we misschien ook wel wat negativiteit zouden kunnen krijgen. Er speelt heel veel bij Tesla op dit moment, en ik denk dat de earnings call en de vooruitzichten ook heel erg belangrijk zullen worden. Wat ze aangeven over misschien de nieuwe Model 3, wat ze aangeven over de Cybertruck, hoe dat opschalen gaat, wat ze verwachten qua leveringen, misschien nog dit jaar of voor komend jaar, hoe het in het algemeen gaat met het opschalen van de Cybertruck. Maar al bij al denk ik wel dat we nu misschien slechtere marges zullen zien dan wat wordt verwacht. Uh, Tesla's marges zijn al wat gedaald. Tesla heeft prijzen flink verlaagd. Dat komt onder andere natuurlijk ook door wat er macro-economisch gaande is. Heel de automobielindustrie doet het nu heel erg slecht. Niet alleen Tesla, maar iedereen heeft er last van. Tesla doet het als je mij vraagt nog steeds echt perfect. Perfect volgens plan. Ze blijven maar groeien, ze blijven maar meer auto's produceren en uh, verkopen. Maar ze hebben daarvoor wel prijzen wat moeten verlagen. En ik denk dat ze daardoor misschien nog wel wat lagere marges zullen krijgen dan wat wordt verwacht op dit moment. En als dat zo is, dan zal Tesla waarschijnlijk ook dalen op de beurs, na dus die cijfers. Voor mij persoonlijk maakt het helemaal niks uit. Of Tesla's marges nou 1, 2, 3, 4, 5% hoger of lager zijn, is denk ik helemaal niet interessant. Het gaat om Tesla's marges over zeg 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar. Ik investeer. In Tesla voor de lange termijn en het gaat om wat de marges over 5 jaar, 10 jaar, misschien 15 of 20 jaar zelf zullen zijn. En niet wat marges nu zijn. Of marges nou 8% zijn of 15% maakt voor mij persoonlijk voor de lange termijn helemaal niks uit. Maar nogmaals, ik verwacht misschien op de korte termijn lagere marges omdat ze prijzen hebben moeten verlagen, omdat ze aan het opschalen zijn, omdat de uh, fabrieken stilstand hebben gehad voor de upgrade voor de, voor de nieuwe Model 3. En dat ze allemaal voor korte termijn negativiteit kunnen zorgen. Dus misschien ook een daling op de korte termijn. Als het zo is, denk ik zelf alleen maar een mooier koopmoment voor Tesla. En ik zal proberen om woensdag voor de uh, sluiting Tesla te uh, livestreamen. Of in ieder geval de cijfers te livestreamen. Om even te kijken wat er gaan is. Dus mocht je erbij willen zijn, nou, woensdag waarschijnlijk rond een uur of na nou, half tien zal ik waarschijnlijk live gaan. En dan kunnen we de cijfers van Tesla doornemen. Nou, door naar Netflix. Netflix komt ook met kwartaalcijfers. Netflix ook wel een interessante, want als we naar de afgelopen, nou zeg eerst even afgelopen vijf jaar kijken, ja, dan zien we heel veel volatiliteit. Eerst een flinke stijging naar de ongeveer 700 dollar per aandeel, toen een daling naar de ongeveer 175, toen een stijging en nu zien we weer een daling. Nou, als we naar de afgelopen zes maanden kijken, Netflix is van de 477 gezakt naar de 355 een daling van, wat is het, 25% ongeveer. Een kwart van de waarde is nou, in drie maanden ongeveer weer weg, weggevaagd gewoon. Flinke daling voor Netflix. En dan ben ik dus wel benieuwd wat de cijfers zullen zijn. Weet iemand wat over de cijfers? Waardoor er zoveel verkoopdruk is geweest? Of wat is hier de reden van? Zal Netflix misschien nog meer zakken naar de cijfers? Of misschien gaan stijgen? Netflix is meestal wel heel erg volatiel als ze cijfers bekendmaken. Vaak zijn de aantal abonnees ook een hele belangrijke voor Netflix. En ja, ik denk persoonlijk nog steeds een heel sterk bedrijf, maar wel een heel duur aandeel. Nu nog steeds een heel duur aandeel, waardoor ik zelf Netflix niet interessant vind. Maar wel, zoals altijd, heel benieuwd naar de cijfers en ik ga ze zeker in de gaten houden. Dan hebben we LEM Research, Las Vegas Sandcorps, Alcoa Discover en verder niet echt iets dat ik volg, Steel Dynamics, Science Bank Corporation... Maar ASML, Tesla en Netflix, ja, drie hele grote en drie hele interessante, natuurlijk, om in de gaten te houden. En ja, zal voor mijn portfolio ook heel erg belangrijk worden, alleen al vanwege ASML en Tesla. Nou, dat gezegd hebben, laten we doorgaan naar donderdag. Donderdag voor de opening komt ATT met cijfers. Heel groot en toch wel populair dividendaandeel, een marktwaarde van ietsjes meer dan 100 miljard dollar. En een dividendpercentage nu van 7,73%. En door dat hoge dividendpercentage zijn heel veel dividendbeleggers geïnteresseerd in ATT. Ik heb er zelf niet zo heel veel mee. Ik denk zelf dat het misschien wel een value trap zou kunnen zijn. En dat ze misschien ook vroeg of laat dividend zouden moeten verlagen. Maar ook als we even uitzoomen. Ja, ATT doet het gewoon echt wel heel erg slecht op de beurs. Staat nu op hetzelfde punt als helemaal hier zo in 1993. Dus dan is het leuk als je natuurlijk heel veel dividend krijgt. Maar als het aandeel maar blijft zakken, 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 heb je alsnog natuurlijk niet zo heel veel aan een hoog dividendpercentage. Uh, dus ik ben benieuwd wat de cijfers zou zijn. Ik ga er wel naar kijken, maar niet één die ik zelf wil aanschaffen. Als ik een, zeg, telecombedrijf aan zou willen schaffen, dan gaat mijn voorkeur iets meer uit naar Verizon dan naar een AT&T. Dan hebben we TSMC, komt ook met cijfers. Ja, ook een... Uh, Hele grote natuurlijk, hele bekende en waarschijnlijk zal ook een ASML reageren afhankelijk van de cijfers en vooruitzichten van een TSMC. Dus die ga ik ook zeker in de gaten houden. En het zou zomaar kunnen zijn dat ASML op een woensdag 2, 3, 4, 5% stijgt of daalt en dat hetzelfde donderdag gebeurt als TSMC met bepaalde uh, geluiden komt, bepaalde vooruitzichten, uh, vooral over de markt. Dan hebben we American Airlines zondag voor de opening. Blackstone, Nokia ben ik ook benieuwd naar. Ik heb zelf ook aandelen van Nokia, wel een hele kleine positie. Maar Nokia is weer wat gedaald. Er is weer wat meer negativiteit bij Nokia, maar een heel laag gewaardeerd aandeel. Dat dividend uitkeert, dat free cashflow aan het optimaliseren is, dat wat share buybacks wil doen. En puur als waarde aandeel, als waarde slash dividend investering, denk ik nog steeds een hele interessante. En ik ben ook heel benieuwd wat Nokia zal rapporteren. Ik denk zelf eigenlijk dat Nokia hele mooie cijfers zal bekendmaken. Maar we gaan het zien. Donderdag voor de opening. Dan hebben we KeyBank, Freeport, uh, McMurray, uh, Truist, uh, Union Pacific. Ook een interessante, hele grote om in de gaten te houden. In nou, spoorwegen. Uh, transporteur met veel nou, locomotieven die ze hebben. Uh, vrij lage waardering. Een 2,5% dividendpercentage. Over de lange termijn heeft hij het ook heel erg goed gedaan. En ik snap ook wel als mensen aandelen van Union Pacific willen kopen... Zal waarschijnlijk de komende 5, 10, 15 jaar gewoon lekker zijn ding blijven doen. En langzaamaan waarschijnlijk gewoon dividend blijven verhogen. En waarschijnlijk ook stijgen op de beurs. Heel stabiel aandeel. En ik denk zelf ook dat hij het gewoon goed zal blijven doen. Maar tegelijkertijd, het is wel zo'n typisch aandeel. Waarvan ik in ieder geval denk dat het heel moeilijk wordt voor Union Pacific om het beter te doen dan de beurs. Maar het komt ook met cijfers. En ja, is gewoon een hele grote en interessante ook om in de gaten te houden. Dan we naar de sluiting Intuitive Surgical op donderdag. Western Alliance Bank Corp. Uh, Bank OZK. CSX Railroads, ook in spoorwegen. Uh, nog een aantal banken. Vrijdag ook weer een aantal banken. American Express komt ook met cijfers, ook een hele grote. Laat ook indirect zien hoe het eigenlijk met de economie gaat. En alleen daardoor, als je het mij vraagt, al een interessante om in de gaten te houden. Ik denk trouwens dat American Express ook met mooie cijfers zal komen. Ik denk dat de meeste bedrijven de komende weken gewoon met prima kwartaalcijfers zullen komen. Ik ben zelf toch best wel optimistisch wat betreft nou ja, earnings season voor dit kwartaal. Ja, waarom is dat zo? Laten we er ook even wat dieper op ingaan. Want waar hebben we het de laatste tijd vooral over gehad? Over macro-economische dingen. Over inflatie die dan 0,1% hoger was dan verwacht. Over rentes en de Fed die had aangegeven dat ze rentes heel lang heel hoog willen houden. En misschien nog eens dit jaar met 0,25% willen verhogen. En daar reageerde de beurs natuurlijk ook weer heel erg slecht op. Is nu trouwens weer wat veranderd. Als we even kijken naar de verwachtingen. Voor 1 november 2023. Nu is de kans 93,8% dat ze rentes gelijk zullen houden. Dus op 5,25 tot 5,5%. De kans was veel lager. En de kans was hoger dat ze rentes zouden verhogen met 0,25%. Nou, nu is de kans veel groter geworden dat ze rentes gelijk zullen houden. Maar. Hier heb ik de laatste tijd over gehad. En waarom wilde de Fed rentes heel lang heel hoog houden, of misschien zelfs nog meer verhogen? Dat kwam vooral door de economie, die heel erg sterk was. Door heel weinig werkloosheid. Door de banenmarkt, die zo sterk is. En daardoor dachten ze dat die inflatie nog meer gedrukt zou kunnen worden door rentes nog meer te verhogen, omdat de economie dat ook aan kan. Maar dat betekent ook dat als we even teruggaan naar dus de kwartaalcijfers. Dat mensen nog steeds genoeg te besteden hebben. Dat mensen nog steeds uit eten gaan. Dat mensen nog steeds geld uitgeven aan van alles en nog wat. Wat dus goed is voor bedrijven, wat goed is voor de economie. Wat dus weer goed is wat betreft de kwartaalcijfers. Ik denk dat al bij al de economie dus inderdaad nog steeds sterker is. Dan de Fed misschien zelfs had verwacht. Dan misschien ook bepaalde analisten hadden verwacht. En ik denk al bij al dat we weer mooie cijfers zullen krijgen. Nogmaals, wel een beetje terughoudend wat betreft ASML en Tesla. Maar zeker als we ook kijken naar een aantal andere bedrijven, bijvoorbeeld een Amazon, ben ik heel optimistisch over, een Meta, waar ik zelf geen aandelen van heb, maar ook een Google, ook een Microsoft en allerlei andere bedrijven, waarvan ik denk dat ze heel veel kracht zullen laten zien dat ze met goede cijfers zullen komen en misschien zelfs met betere cijfers dan op dit moment wordt verwacht. Nou, ik zal ook een filmpje maken over de kwartaalcijfers voor de komende paar weken. Maar al bij al verwachten we dus wel redelijke cijfers. En als dat zo is, dan zou de beurs natuurlijk weer wat kunnen stijgen na die hele mooie cijfers. Hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Ik heb ook geen glazen bol. En misschien krijgen we nog meer negativiteit. Misschien nog meer negativiteit in Israël of ergens anders. Of weer iets nieuws. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Maar al bij al, nogmaals, ben ik wel optimistisch over earnings season dit kwartaal. En denk ik dat we al bij al mooie cijfers zullen krijgen. En dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuke en interessant filmpje was. En een blij like voor me zou ik echt waarderen. Ja, heel benieuwd weer naar het cijferseizoen. Altijd hartstikke leuk om te volgen als je het mij vraagt. Vooral heel benieuwd naar komende woensdag. En zoals ik al zei, ik zal proberen om woensdagavond Tesla ook weer te livestreamen. Ja, heel benieuwd naar wat er gaat gebeuren. En nogmaals, ik denk dat we misschien wel hele mooie cijfers zullen krijgen over het algemeen. En dus daardoor hopelijk weer stijgingen. Nou, laat me even in de comments weten wat je er zelf van verwacht. En dan zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer en later.